Maar liefst 3,2 miljoen mensen keken gisteravond naar De Luizenmoeder. De serie blijft een kijkcijferkanon. Rob Verheijen, die homovader Walter speelt, had dit succes nooit durven dromen. Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Ja, als je juf Ank hoort zingen, dan weet je dat de zondagavond echt begonnen is. De Luizenmoeder is een mega succes, tot grote verbazing van de makers. Totaal niet verwacht. Wij dachten gewoon, we zijn iets heel grappigs, leuks aan het maken, wat we vooral zelf heel grappig vinden. Maar daar blijken nog wel wat mensen naar te kijken, ja, en het heel erg te waarderen. Superleuk. Nog een half uur, dan kan er worden schoongemaakt. 30 minutes, please. Then you can clean this classroom. Kom maar zitten, Kenneth. Het lijkt soms wat extreem wat er op de basisschool De Klimop gebeurt, maar het blijkt een schoolvoorbeeld van echte situaties te zijn. Ik vind het vooral grappig dat ook heel veel kinderen kijken en dat heel veel kinderen het heel leuk vinden en dat ja, mensen gewoon alles herkennen. Dus van, oh man, het is nog veel erger in het echt. Weet je, dat hoor ik heel veel. En u bent? Walter. Een van de twee adoptievaders. Klopt. Want Rianne heeft geen moeder, maar twee vaders, lees ik. Ja. Geeft toch niks? Dat vind ik heel grappig. Ik heb zelf geen kinderen, maar zo kom ik er ook achter, ja. Met zulke waanzinnige rapportcijfers kun je thuiskomen. En dat is natuurlijk een reden voor een feestje op de zondagavond. Vind je het leuk om zo even een bakkie te doen, de natte otter? Natte otter? Jennifer had heel grappig de natte otter, zeg maar, een soort affiche gemaakt en dat op een café geplakt in Amsterdam. Daar hebben we met z'n allen gekeken, dus we zaten toen in café de natte otter. Met z'n allen met een biertje de aflevering te kijken. Ja, heel leuk. Dat snap ik. Ik kom er zo snel mogelijk aan. Joe. Oh, Floor heeft luizen. Oh, verdamme!